Popcorn Time gebruikers zijn in grote paniek. Gisteren werd bekend dat een Nederlandse jongen die in Duitsland een serie keek, een boete heeft gekregen van 1000 euro. Het streamen van films en series via de dienst is namelijk illegaal. Ja, moeten de gebruikers in Nederland nu ook bang zijn? Tech-expert Rolf Venema. In Nederland was het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal niet illegaal per se. Het uploaden wel, het delen wel, maar niet het downloaden zelf. Dat is sinds 2014 is dat veranderd. Het is nu een downloadverbod, dus downloaden mag ook niet meer. En diensten als Popcorn Time, daarbij stream je de video, maar ja, je haalt het alsnog wel gewoon binnen. Dat valt gewoon onder het downloadverbod, dus is ook illegaal. En nu gaan er wel stemmen op om ook inderdaad de Nederlandse eindgebruikers aan te gaan pakken. Dus inderdaad, als jij nu Popcorn Time heel veel gebruikt, dan is er een kans inderdaad dat je dit jaar nog een envelop op de mat krijgt van de Stichting Brein of van de NVPI, de brancheorganisatie voor de entertainmentindustrie, met de melding dat jij auteursrechtelijk materiaal hebt gedownload, illegaal, en dat je dus een boete moet betalen. Het is gewoon een illegale bezigheid, dus ja, als je niet gepakt wil worden en er geen boete voor wil krijgen, het is net als met door een rood liggen rijden. Je moet niet door een rood liggen rijden als je niet het risico wil lopen om een bekeuring te krijgen.